Vindt u het leuk om een beetje buiten te wandelen, meneer Van Kammen? Ja, ik vind van wel hoor. Het is wel een beetje koud, maar wel gezond, hè? Frans Van Kammen is dementerend en woont in woonzorgcentrum Vissershaven samen met 47 andere dementerenden. Nou, dit is hier zo de kamer. Dit is mijn bed en dit is mijn nachtkast. De bewoners verblijven niet op een gesloten afdeling waar je de deur alleen met een code kan openmaken. Nee, de bewoners mogen gaan en staan waar ze willen. In het gebouw zelf, maar ook daarbuiten. Elke dag maak ik mijn rondje, de ene keer wat langer dan de andere. Maar ik ga rustig helemaal naar de markt, dan kom ik over de buitenkant van Bergen op Zoom weer terug. Dus dat is een flinke wandeling die ik maak. De bewoners dragen allemaal een badge. In en om het gebouw zijn sensoren die door middel van die badge kunnen zien waar een cliënt op dat moment is. Via een sms wordt dat doorgegeven aan een van de 15 vrijwilligers. Die brengt de bewoner dan terug naar het woonzorgcentrum. Dit concept is uniek in de zorg. Het wil voorkomen dat dementerende ouderen zich opgesloten en geïsoleerd voelen. Zou ik u een aangeven? Vindt u dat goed? Ik heb zoiets van, als ik mensen kan helpen om weer thuis te brengen, dan doe ik dat heel graag. Dat vind ik eigenlijk heel normaal. Is het ook dankbaar werk? Ja, vind ik wel. Ze zijn natuurlijk wel vergeetachtig. Dus ik weet niet of ze me iedere keer herkennen, maar dat geeft niet. Ik vind het gewoon heel leuk om te doen. Ik heb zoiets van hoe vrijer die mensen kunnen zijn, hoe beter zou ik later ook heel fijn vinden. Dus ik werk daar graag aan mee. Het project is gisteravond beloond met de Meer dan Handen Vrijwilligersprijs. Naast de eer en een sculptuur ontving Stichting Tante Louise Vivensis een geldprijs van €5.000.